Wat kunnen wij leren van het verleden? Je zou misschien denken dat dat niet heel veel is. Want in het verleden is er heel veel fout gegaan. Er zijn heel veel oorlogen gevoerd waarbij miljoenen, nee miljarden mensen zijn overleden. En ook zijn er heel vaak slechte mensen geweest die een dictatuur hebben ingesteld. Waaronder velen hebben geleden. Maar ik denk dat juist uit deze donkere nacht een zon kan oprijzen. En dat wij kunnen leren van de fouten die we hebben gemaakt. Het verleden leert ons dat je ook van het verleden moet leren. Soms is dat niet gebeurd. Want Napoleon viel Rusland binnen en hij werd verslagen. Hitler viel Rusland binnen en hij werd eveneens verslagen. Dat had hij beter kunnen weten. Maar de geschiedenis leert ons dat nationalisme, zoals er in de eerste helft van de 20e eeuw ontstond, tot grote catastrofes kan leiden en tot het verlies van vele miljoenen mensenlevens. Het nationalisme komt ook nu weer op. Laten we dan ons niet laten meeslepen zoals we toen deden, dat dit kwaad niet opnieuw kan gebeuren. De geschiedenis leert ons dat als er een revolutie plaatsvindt, zoals die in Rusland, dat het dan belangrijk is dat de mensen leren, dat ze onderwijs krijgen, zodat ze het land goed en democratisch kunnen regeren, omdat er anders weer een nieuwe dictatuur ontstaat. Met de revoluties in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika en nu in Syrië moeten we dat ook doen. We moeten hulp en onderwijs bieden, zodat er niet weer een dictatuur ontstaat, maar dat er echt progressie en verbetering komt. En de geschiedenis leert ons ook dat we geen landen moeten buitensluiten als ze niet doen wat wij willen. Dat je landen niet zware sancties moet opleggen als ze van je verliezen. Toen Duitsland na de Eerste Wereldoorlog streng werd gestraft, leidde dat uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog. Toen Duitsland na de Tweede Wereldoorlog niet werd gestraft, leidde dat tot vooruitgang en tot de goede positie van Duitsland nu. Een land als Iran moeten we nu niet buitensluiten. We moeten helpen en we moeten ze accepteren. Alleen als we in dialoog gaan en als we elkaar helpen, zullen we verder komen. Dat is wat het verleden ons leert. Dank u.